Ik was laatst in een park. En in dat park was ook een man. En die kwam naast me zitten op een bankje en hij keek hoe de eendjes roeiden. En na een poosje vroeg hij... Wilt u met me trouwen? Nee, zei ik. Hoezo? Nou, dan niet. Zei hij. En hij stampte lusteloos tegen een steen en het gesprek leek afgerond. Maar na een minuut of wat begon hij opnieuw te praten. De maatschappij is tegen mij, zei hij. Omdat ik ongehuwd ben, de maatschappij is tegen alle ongehuwden. Die moeten maar doodgaan, vindt zij. Of huwen, kunt u me volgen? Is het duidelijk? Ja, hij liet geen ruimte, hij ging gewoon door. En ben ik dan zo'n schoft omdat ik niet getrouwd ben? Ja, zegt de maatschappij. Zo'n schoft ben jij en daarom moet je niet alleen 1/4 van je salaris afstaan, maar krijg je bovendien ook nog eens geen woongelegenheid als ongehuwde. Ga jij maar op een huurkamer wonen of trouw? Ja, maar zeg ik dan tegen de maatschappij, mijn beeldschone verloofde is onder een sneltrein gekomen en ik kan haar echt nooit meer vergeten. Niks mee te maken, zegt de maatschappij. Ja, maar zeg ik dan, ik kan vrouwen heus niet luchten of zien. Gaat me niks aan, zegt de maatschappij weer. Jij krijgt geen levensmogelijkheid. Jij krijgt om te beginnen geen woning. Ja, maar zeg ik dan, als ik nou eens met 66 andere ongehuwden op een etage wil gaan wonen, is dat dan niet voldoende? Nee, zegt de maatschappij, dat mag niet. Want de hoeksteen van de samenleving is het gezin. En wij denken alleen maar aan het gezin en jij bent geen gezin. Alleen een man en een vrouw, eerlijk en rechtschapen getrouwd, met kinderen krijgen een kans. En ieder potje zonder dekseltje en elk dekseltje zonder potje, die gooien we hoep op de vuilnishoop. En ook al zijn er nu zoveel potjes en dekseltjes die nergens op passen, doet er niet toe. Vocht er mee, jij moet onderhuren. Goed, nou ja, ik ga onderhuren, maar ja, alleen een gemeubileerde kamer met een dressoir waar ik zachtjes van ga scheien. Met het portret van koningin Fabiola boven de gecamoufleerde wastafel. En met het vlekkenzeil en het vloerkleed. Wij zijn allemaal crepeergevallen. Wij ongetrouwde mannen en vrouwen. Wij creperen aan triestigheid en huurkamerellende. We willen gewoon een eigen domeintje. En dan zouden we ons geen paria's voelen. Nu wel. En dat komt allemaal omdat de maatschappij tegen ons is. Ons in een hoekje laat vallen. Wij zijn misdadigers. Wij ongehuwden. Hij zweeg. En hij keek een tijdje naar de eenden die kalm roeiden. Dus u weet het zeker, hè? Vroeg hij. Van dat trouwen? Oh ja, ja, heel zeker. Ah, ja, nee. Ja, nee. Nou, dan ga ik maar. Ja. En daar ging hij. De schoft. Oh, een hele hete avond, geile gasten en Willepse wijven. Laat ons jullie vanavond in bekoring brengen. In een tijd waarin singles seksloos thuis zitten en waarin koppels verplicht thuis mekaar zo gillend gek maken dat er van hete nachten nog nauwelijks sprake is, presenteren wij ons aan u als muzes van de lust. Oh ja. Doe me hard, doe me heet, doe me goed. Doe me zacht als je weet hoe het moet. Voldoet het woord knuffelcontact ook niet langer voor u? Speelt die huidhonger steeds weer op? Bent u datend single, alleenstaand? Heeft u een latrelatie? Bent u polyamoureus? Heeft u gewoon nood aan hete woorden? Dan zit u hier vanavond goed. Wij brengen u een livestream vol literair verantwoorde erotiek. Verwacht u aan sensuele poëzie? Poëzie. Aan hartstochtelijke muziek? Muziek. En aan warmbloedige literatuur? Literatuur. Wij zijn Daan, Anneleen, Fien en Joke en wij willen u vanavond in verleiding brengen. Wees welkom bij Liefde in tijden van corona 2.0. Doe me hard, doe me heet, doe me goed. Doe me zacht als je weet hoe dat moet. Doe me hard, doe me heet, doe me goed. Kom dichterbij. Doe me hard, doe me heet, doe me goed. Doe me zacht als je weet, als je weet hoe dat moet. Doe me hard, doe me heet, doe me goed. Doe het voor mij. En we zijn vertrokken. Heerlijk. Nou, Daan, je had net een hele mooie tekst van Annie M.G. Schmidt. Annie M.G. Schmidt. Waar het gaat over de hoeksteen van de samenleving, het gezin. Het gezin en hoe wij daar als singles zijnde vaak toch buiten vallen. Ja, en ik heb dan ook een zin gevonden uit Liefde in tijden van cholera. Ah, dat was een andere ziekte, maar waarschijnlijk hetzelfde verhaal. Leek er een beetje op. En dat is van Marques. En die schrijft...
voor de vrouwen, maar we gaan ervan maken voor ons, ja, waren er maar twee leeftijden. Ja. De leeftijd om te trouwen, die niet hoger lag dan 22 jaar. En de leeftijd om eeuwig vrijgezel te blijven, de rest. Ja, dan ben ik dus al 6 jaar verloren. Dat is en een confrontatie met mijn leeftijd en een confrontatie met mijn leven. Ja, ja. Nou, ik las wel ook een heel interessant interview in de Standaard. Ja. Dat ging vooral over polyamorie, maar ook over hoe de regering in België naar singles kijkt. Of naar iets wat niet man-vrouw samenwoont situatie is. Ik vond dat wel interessant. Daarin stond, willen ze ons dan een jaar seksloos in huis laten zitten? Of wordt liefde een kwestie van risico's inschatten en van kansberekening? Want als je bijvoorbeeld polyamorie of je wilt daten. Ik heb bijvoorbeeld heel veel gedate, maar dat was altijd zo op afstand gaan wandelen. Oh ja, ja, de beruchte glue wine wandeling. Ja, dat werkt niet, nee, hè? Nee, dus nee. Ik vond dat wel een interessant iets om over na te denken. Als ik dan die Annie M.G. Schmidt hoor, dan... Wat ik zo fijn vond in Nederland, toen wij echt nog maar 1 week de lockdown ingingen, kwam er al een officieel statement van het RIVM. En die zeiden al, singles nemen seksbuddy. En dat werd meteen ook een week daarna teruggeroepen, een soort van, nou, we bedoelden nu niet alle singles gaan neuken, gaan doen. Maar als je dan seks wil hebben als single, neem 1 seksbuddy. Dus ik vond het heel fijn, ja, dat er zo snel aan ons gedacht wordt. Ja, dat is inderdaad snel, want bij ons kwam dat pas in de tweede lockdown. En het heet knuffelcontact. Maar een knuffelcontact geldt ook voor niet-singles, toch? Ja, eigenlijk. Dat is eigenlijk gewoon iemand die op bezoek komt en die je mag knuffelen. Maar als je dus een relatie hebt, mag je er dan maar 1 knuffelcontact bij of mag je er 2 knuffelcontacten ook nog bij? Ja, ik weet het op een duur niet. Ieder mag 1 knuffelcontact hebben, ja, maar ze mogen niet samen binnen. Maar ze mogen niet tegelijkertijd binnen. Ik vind het lastig. Heel onduidelijk. Bij ons zeggen ze gewoon, ga neuken. Ja, dat is beter eigenlijk. Ja, precies. Maar dat doen wij niet in België. Nee. Ja, kijk. Maar wij brengen vanavond verantwoorde erotiek, literair verantwoorde erotiek. En ik denk niet dat alleen singles daar nood aan hebben. Toch? Zeker. Dus welkom, ja. Ja, mag, ja. Zij zijn alle twee bezet trouwens. Ja. Ja, maar ook niet getrouwd hoor, op mijn 22e. Dat is ook te laat. Nee. Toen was je toch nog met hele andere dingen bezig op je 22e? Ja. Ja, zeker. Met, nou, op café gaan en zo. Op café gaan. Net klaar met studeren. Ongelooflijk, ja. Ja. Maar dus ja, jullie kunnen ook wel een beetje erotische literatuur gebruiken. Ik vind dat wel. Ik vind dat dat voor iedereen moet zijn. Ja, na zo'n jaar samen thuis zitten mag de vlam wel aangewakkerd worden, denk bij veel mensen. Wel, dat vind, ja, ik heel mooi. Dan, ja, gaan wij nu de vlam aanwakkeren. Mooi. En we beginnen met een gedicht om die vlam aan te wakkeren van Carlos Drummond de Andrade. Dat is een dichter, ik denk uit Brazilië, maar kan me vergissen, die alleen maar erotische literatuur heeft geschreven. En zijn boek, bijvoorbeeld De Liefde Natuurlijk, heet het, is echt heerlijk om in te lezen. En daaruit komt De Tong Likt. De tong likt langs de rode bloembladen van de meervoudig open roos. De tong bewerkt een zekere verscholen knop. Hij weeft vlugge variaties in lichtritme. En hij likt. Likt lang, likt langzaam, languit likkend. Oeh, hij likt. Likt lang. Likt langzaam, languit likkend. Hij likt. Likt lang. Likt langzaam, languit likkend. Ja, hij likt. Oh, likt lang. Likt langzaam, languit likkend. Oh, die tong likt. Likt lang. Likt langzaam, languit likkend. Oh, hij likt. En likt de liekeurachtig behaarde grot. Hoe meer hij likt, hij bereikt. Hoe meer hij likt, hoe meer hij koudt. De hemel van de hemel, goud op goud. Onder geschreeuw, geblaat. Onder gebrul van vertorende leeuwen in het woud. Likt, likt langzaam, languit likkend. Likt, likt lang. Likt langzaam, languit likkend. Likt. I'm horny, 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 horny. So horny, I'm horny, horny, horny tonight. Likt lang, likt langzaam, languit likkend. Ik heb wel wat met lullen. Ja.
Oh ja, daar wil ik niet over liegen. Ja, nee. Nee, Lulle en ik, wij kunnen het wel vinden met elkaar. Ik vind een penis qua schoonheid en ook nog qua een heleboel andere dingen toch interessanter dan een vulva. Excusez mon opinion. Ja, een pik te zien groeien van een verschrompeld, nogal zielig roze-bruine pepertje in een stevige rettig is misschien wel het ontroerendste dat er is. En een lul hard te voelen worden in je mond, nou, dat is helemaal overweldigend. Laten we de dingen vooral bij hun naam noemen. Hè? Omdat ik in een dolle, openhartige bui het geërecteerde geslachtsdeel wel eens de zin van het leven heb genoemd. Ik ben toch best wel trots dat ik daar op mijn jonge leeftijd al achter ben gekomen. Noemen mijn vrienden mij lulgericht. Ja, maar come on, het zijn toch ook heerlijke verrassingskroketten. Hoe onbenullig een jongen er ook uitziet. Hoe sungelig een gozer zich ook gedraagt aan zijn gedrag of zijn uiterlijk. Kan je zijn pik niet zien. Iedere jongen kan in principe een wereldlul hebben. Nou, dat moet echt een troost zijn, denk me. Ja. Grote lullen met geprononceerde spieren, spitsen, vlijmscherpe pikhouwwelen, dikke gezellige rakkers, eikels in alle vormen en maten, gigantische peerachtige eikels die zo groot zijn dat je ze niet met één hand kunt omvatten. Roze, rode, blauwe, turquoise, bordeauxrode en gemarmerde eikels, lullen met knikken erin in alle windrichtingen, lullen die maar niet stijf willen worden, lullen die maar niet slap willen worden. Oh. Bottenpikken, stramme pikken, stroeve pikken, stinkende pikken, ferme pikken, pikken met een verhaal, pikken met een gebruiksaanwijzing. Ik wil ze allemaal leren kennen. Ik wil ze allemaal hebben. Hoewel ik ze heus niet allemaal wil bezitten. Of tenminste niet allemaal. Of niet meer. Maar ja, wel heel veel moet ik toegeven. Ik bedoel, laat maar. Het is gewoon waarschijnlijk mijn romantische verlangen naar alle dingen die ik zou kunnen missen. Terwijl ik tevens weet dat er eigenlijk niets is om te missen. Ja. Piemel, piemel, in de hand. Wie is de liefste van het land? Mijn hart bompt uit mijn hoofd van verlangen. Mijlen als stier. En lijven als zonnen. Draai mij van buiten naar binnen en terug. Zag mij leeg, breid mij. Een creatie van onze eigen Stefien de Schmet achter de piano. Een klein applausje thuis op de bank. Of in bed.
Ik las net een tekst voor uit de Heblust van Ronald Giphart. Je hebt me ooit verteld dat het boek is dat jou tot de homoseksuele kant heeft verleid. Ik denk dat dat al altijd wel in mij zat, maar dat Ronald me het goede kantje op heeft geduwd. ik las dat boekje. Het is een boekenweekgeschenk, heel dun boekje, dus daarom pakte ik het waarschijnlijk. Mm-hmm. En toen las ik dit hoofdstuk en toen dacht ik, dat wil ik ook wel, een piemelt. Ja, ik vind penissen gewoon echt een van de mooiste dingen die er bestaan op de aarde. Misschien wel mooier dan de... Hij zegt op een bepaald moment, een penis hard voelen worden tot een rettig, dat is toch het heerlijkste wat er is? Ja. Geldt dat ook voor u? Ja, maar hij zegt ook in je mond, om het in je mond hard te voelen worden. Ja. Dat is zo'n... Ik ben echt een grote voorliefde van penissen. Ik heb een vraag. Jullie hebben natuurlijk een vulva. Dat is nog een vuiler woord dan vagina, vind ik. Een niet foef. Vagina, maar vulva vind ik echt... vulva vind ik geen mooi woord. Ik vind het gewoon een heel medische beschrijving. Vulva is de buitenkant, hè, en vagina de binnenkant. Dank u wel voor deze opheldering. Jullie hebben een gat. Jij ook? Ja, maar daar gebeuren andere dingen mee. Nee, er gebeurt trouwens hetzelfde ook mee. Maar ik vroeg me dus af, stel, er komt in één keer een magische tovervee en die zegt, als je nu wil, maar dan kan het daarna nooit meer veranderen, maak ik van je vagina een penis. Zou je daar ja op zeggen? Oh, een vraag. Ik denk het niet eigenlijk. Ik heb me wel altijd zo willen voorstellen wat het is om een dag een man te zijn, maar ik ben zo blij met mijn vrouwenlichaam. Maar je vrouw, alles blijft hetzelfde, je krijgt gewoon alleen ja, daarvan. Ja, nee. Ik vind een vagina eigenlijk wel een leuk iets. Ja, idem. Ja. Ik zou ook niet direct geneigd zijn om te wisselen. Nee. Maar inderdaad, zo misschien één dagje of zo? Ja, mogen we dat ook doen? Maar dan, zo, ja. Een weekje. Nee, het is meteen voor. Is het een of het ander? Nee. Ja, ik denk dus misschien ik wel. Wat dat jij een vagina zou willen? Ja. Hoewel ik penissen echt heel leuk vind, zou ik me echt een vagina hebben. Echt fantastisch. Oh, wauw. Echt? Ja. Het is wel echt fantastisch. Omdat ik ook altijd denk dat vrouwen heftigere orgasmes kunnen krijgen dan mannen. En seksualiteit heftiger kunnen ervaren. Ja maar moeilijker, hè, blijkbaar. Ja, en heeft dat dan te maken met de vagina? Of met overgave. Andere dingen? Nee, gewoon met de vagina, denk ik. Voor de rest niks met gevoel, hoor. Nee. Ja, ik kan je zeggen dat het leuk is. Ja. Maar zolang ik gewoon naar penissen mijn... ik weet niet hoe ik deze zin moet zolang afmaken. Zolang je daar je hoofddoel van kan maken. Precies, zolang ik me daar op kan focussen op de penis van de ander, ben ik... Is het al goed? Ik zie heel veel penissen. Dat is echt... leuk voor je. Ja. Ja, leuk, ja. Maar in deze tijden van corona kan je het niet live zien, dus daarvoor heb ik een app, Grindr. Dat is een app en dan zie je welke homo's er dichtbij in de buurt zijn. Maar daar krijg je ook heel veel dickpics op. Voor mensen die dat thuis niet begrijpen, dickpics, dat zijn foto's van piemels. En die sturen ze dan naar je. En vind je dat dan opwindend om te krijgen? Ligt eraan in wat voor bui ik ben. Als ik gewoon boekhouding aan het doen ben en ik krijg geen binnen, dan denk ik, nu even niet. Jij vanavond. Ja. Ga ik er vanavond wel even. Okay. Ik wil straks wel een keer kijken. Anders. Ja, ik mag even. Maar ik heb hier een pelt, heb ik hem nog niet geopend. Dus ik ga even kijken wat doe voor... Doe dat lekker, vertel ons even wat voor vlees hier in pelt te vinden. Wat voor vlees pelt in de kuip heeft. En dan gaan wij ondertussen een lekker koffietje zingen. Top. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my boy. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your dick. Zeg, waarom wilt u eigenlijk weg? Zeg nu eens eerlijk. Ik bedoel, ik vond het heel leuk en ik hou van dansen. Oeh. Ik dacht dat wij uitgedanst waren. Waarom neemt u mij zo vast? Hoe heet jij eigenlijk? Katty. Oh, zeg. U heeft het nu al de hele avond over die Katty? Nee, sorry. Ik weet het alweer. Je heet Marie. Het is hier donker. Ik vind het hier eng. Wees me niet zo benauwd. Ik ben het toch? Ja. Ik sta mijn mannetje, godzijdank. Ja, maar waar gaan we naartoe? Er is hier niemand te bekennen. Het is hier donker. Ik wil hier weg.
kijk, dit is weer een stuk lichter. Zeg, wat doet hij nu? Als ik dit geweten had, dan... Ik mag met weet niet wat krijgen als er vanavond bij dans ook maar één meisje lekkerder aanvoelde, juffrouw Marie. Heeft hij ze dan allemaal geprobeerd misschien? Nee, dat merk je wel bij het dansen. Bij het dansen merk je een heleboel. Ja, maar met die blonde met haar scheve gezicht heeft u veel langer staan dansen dan met mij. Ah, toe kom nou, dat is een goede kennis van een vriend van me. Ah, van die korporaal met zijn opgedraaide snor? Nee, van die burger met die schorre stem. Ja, die aan het begin van de avond bij me aan het tafeltje zat. Oh ja, dat was een figuur. Heeft hij je lastig gevallen? Ik zal hem leren, hè? Wat heeft hij bij je gedaan? Nee, niks. Nee, ik heb gezien wat hij bij anderen deed. Ah, zeg eens, juffrouw Marie. Zeg eens, steek me nog in de fik met die sigaar van u. Excuseer. Zeg, juffrouw Marie, zullen we maar je en jij tegen elkaar zeggen? Zo goed kennen we elkaar nu ook weer niet. Ik ken er heel wat die elkaar niet kunnen luchten of zien, maar die toch je en jij tegen elkaar zeggen. Misschien straks als... Oh, maar meneer Frans! Hé, hey, hoe weet jij opeens mijn naam? Meneer Frans. En zeg nou maar gewoon Frans, juffrouw Marie. Als je uw vingers thuis houdt, stel je voor dat iemand ons ziet. Ja, en wat dan nog? Je kan in geen hand voor ogen zien. Ja, waar zijn wij eigenlijk? Hé, hey, kijk, daar gaan er nog twee zoals wij. Waar? Ik zie niks. Daar, vlak voor ons. Wat bedoelt u met nog twee zoals wij? Nou, ik bedoel eigenlijk gewoon nog twee die elkaar wel zien zitten. Oh, pas toch op, wat is dat hier? Ah, dat is het hek van de wei. Duw mij niet zo, ik viel bijna om. Sst, niet zo hard. Ik ga gillen. Oh, wat doet u nu? Ach, er is hier geen geveld of wegen een mens te bekennen. Laten we teruggaan naar waar de mensen zijn. Ach, we hebben er geen mensen bij nodig, hè, Marie? Wat wij nodig hebben is... Oh, wat doet u nu? Als ik dit... Oh, kom. I know you want me. Oh, God. Zee, ik kan uw gezicht niet zien. Ach, wat mijn gezicht. Oh. Juffrouw Marie, u kunt hier niet zo in het gras blijven liggen. Kom Frans, trek me recht. Nou, vooruit dan maar. God Frans. Ja, wat heb jij nou met je oog, God Frans? Nee, Frans, je bent een slecht mens. Ja, zeg, wacht heel even. Waarom laat je me nu los? Nou, zou ik misschien even mijn sigaar mogen pakken? Het is hier donker. Het wordt morgen wel weer licht. Zeg meneer Frans, vindt u mij dan tenminste een beetje aardig? Nou, juffrouw Marie, dat moet je zo net toch wel hebben gemerkt. Waar gaan we naartoe? Terug. Loop niet zo snel, kom. Ja, wat is er nou met je? Ik voel me niet zo lekker zeg, in het zeg donker. Zeg dan op zijn minst dat je me aardig vindt. Dat heb ik je toch net al gezegd? Geef me een kus. Nou, hier, vooruit dan. Hé, ah. Hey, vanuit hier kan je de muziek alweer horen. Ja. Wil je echt terug gaan dansen? Ja, wat mij betreft ga je terug naar huis, hoor. Maar meneer Frans... Ik dacht dat u mij misschien naar huis zou kunnen brengen. Naar huis brengen? Zo, doe maar. Ja, ik zie het. Ik weet hoe laat het is. Hè? Nu is die blonde met haar scheve gezicht aan de beurt, zeker? Hé, hey, zo scheven ze gezicht nou ook weer niet, hè? Oh, mannen zijn echt beesten. Ongelooflijk, u doet vast met elke vrouw zoals u met mij doet. Nee. Want dan zou ik een behoorlijke pijn in de rug hebben. Ah, ik zie hem al. Wat zie je al? De danstent. Ah, we zijn vlak in de buurt, hoor je? Ah, ze spelen alweer. Ah, waarom wacht je niet heel even op me, juffrouw Marie? En dan breng ik je daarna netjes naar huis. Oh, meneer Frans, maakt u zich absoluut geen zorgen over mij. Ik trek mijn plan wel. Want de dag begint... En de zon schijnt door de ruiten. Ik voel mij slaperig, loom en zwaar. Ik rek me uit. Er kraken beddenveren. Nog één moment. Ik kom eerst even klaar. Ik hoor de krantenjongen buiten fluiten.
Het hek piept. De ochtendkrant is daar. Ik moet mij zo gaan toiletteren, maar nog één moment. Oh, ik kom eerst even klaar. De hond staat bij de deur. Hij wil naar buiten. Hij blaft, hij jankt, hij piept, hij maakt misbaar. Ik kom eraan, roep ik. En krijg de kleren. Nog één moment. Ik kom eerst even klaar. Ik ben nu werkelijk niet meer te stuiten. Nee. Oh, dat vrolijk morgenlicht dat ik ervaar, dat lijkt mij alleen nog maar meer te stimuleren. Schat, nog één moment. Ik kom eerst even klaar. Ah, dat was hem alweer helaas voor vanavond. We zijn klaar. Gekomen. Ja, we hebben nog één kleine uitsmijter als een afscheidscadeautje. En het is ook een klein triestig afscheidscadeautje. Absoluut. We zijn hier in Pelt in Limburg en daar wordt goed carnaval gevierd. Zeer jaar. Zeker. Ik ben ook een Zuiderling uit Brabant. Daar wordt ook goed carnaval gevierd elk jaar. alleen dit is alweer het tweede jaar dat we geen carnaval kunnen vieren, helaas. En carnaval is toch het moment voor de singles, maar ook gewoon voor alle lustigen in het leven, om zich even goed te doen aan de lusten van het leven. Ja. En dit jaar helaas dus niet. Dus daarom voor alle Zuiderlingen onder ons hebben wij een troostlied. Ja, misschien nog even deze prachtige deernis achter ons voorstellen. Wij brachten mee Anneleen Beumen, deze fenomenale contrabassiste. En wij brachten mee Fien de Smet, deze fenomenale pianiste en zangeres, als het ware. En Daan van Wendegem bracht ik ook mee. Lekker hoor. Hier gaan we, carnaval. Janus, pak me nog een keer. Janus, pak me nog een keer. Janus, pak me nog een keer. Als je het nou niet doet, dan kan je het niet meer. Kom aan, Janus, pak me nog een keer. Kom aan, Janus, Janus, pak me nog een keer. Hoi, Janus, kom aan, Janus, pak me dan nog een keer. Want als je het nou niet doet, dan kan je het niet meer. Op mijn dijtjes, carbonaatjes en salades op mijn bord. Ja, worstjes op mijn worstjes, pietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Messieurs, des grands choux-fleurs, plus grande de ma sœur, grande choux-fleurs, tout doux comme du beurre, il soutient mon cœur, mais tout le monde a peur de mes grandes. J'ai des grandes choux-fleurs, oui messieurs, des grandes choux-fleurs, plus grandes de ma sœur, ah, grand et grandes choux-fleurs, tout doux comme du beurre, et soutient, ah oui, ah, mon cœur, mais tout le monde, ah oui, a peur de mes grandes. Choufleur.
want er is niks zo flex als seks met je ex. Niks is zo relax als seks met je ex. Want er is niks zo flex als seks met je ex. Ja, ik geniet zo van seks met mijn ex. Ik heb een zachte G, maar ook een harde L. Ook een harde L, ook een harde L. Ik heb een zachte G, maar ook een harde L. En wil je het niet geloven? Je zus die doet dat dankjewel, nog een hele hete avond. Want er is niks zo flex als seks met je ex. Niks is zo relax als seks met je ex. Want er is niks zo flex als seks met je ex. Ja, ik geniet zo van seks met mijn ex. Ik heb een zachte G, maar ook een harde L. Ook een harde L, ook een harde L. Ik heb een zachte G, maar ook...